Wij hebben nooit op het Stuwmeer gewerkt zonder enig of andere afspraak met meneer Domburg. Kijk u, ik heb alle bewijzen voor u hier. Alle arbeiders waren geregistreerd bij de ordening. Hier ziet u een registratiekaart van de arbeiders, geregistreerd bij de ordening. Alle Brazilianen hebben 1700 SRD aan meneer Domburg betaald voor, bij de goudordening. Ik als Kalian-eigenaar ben ook geregistreerd bij meneer Domburg. Meneer Domburg heeft ons gezegd, wij moesten ons gaan registreren bij de belasting. Dat hebben wij ook gedaan. We zijn als gouddelvingsbedrijf. Zijn wij geregistreerd bij de belasting. We betalen elke maand LB. Dit is een arbeiderslijst. Een arbeiderslijst die zit bij de belasting. Ja, kijkt u alle namen van de arbeiders die betaald hebben voor registratie bij de ordening. U kunt ze allemaal hier tegenkomen. Dus ik zie niet waar wij illegaal bezig waren. Wij betalen SAS elk kwartaal. We betalen LB. Ik weet niet wat ik u meer moet zeggen. Ik weet niet waar we fout zijn. Dus als we fout zijn, dan moet men mij het kunnen aantonen. Dan neem ik het aan. Maar ik zie niet waar we fout zijn. Dit is een bewijs van de brief die wij hebben gekregen van meneer Domburg. Ik kan me ook niet voorstellen dat meneer Domburg het ontkent dat hij ons kent. Hoe kan ik deze handtekening van meneer Domburg maken? 14 augustus 2015. Heeft meneer Domburg mee gebeld en mij gevraagd om die boten te verwijderen. Dus heb ik deze handtekening gemaakt? Hij heeft ons gezegd om naar dit, kijkt u, hier is een kaart. Hier is de Sarakree, kijkt u. Dit is de grenslijn die is aangegeven. Hij zou ons 4 kilometer beneden Lepidotti laten werken. Heb ik dit allemaal vervaardigd? Kijkt u hier, alle bedrijven heeft een conceptvergunning laten opstellen. Ja, JPP International, Maxi Gold Mining, Armadillo Mining. Heeft meneer Penu dit vervangen? Ik weet niet wat we fout hebben gedaan. Dus ik kan u niet zeggen. Ik ben verbaasd van de situatie. Ten aanzien van de dorpsgemeenschappen. Ja, wij waren ook in. Wij hadden ook contact met de dorps. Dus overal waar we werkten, hebben we altijd eerst met de dorpen gesproken. Als wij daar mochten werken. Kijkt u hier. Dus als men zegt dat wij overal op het meer zomaar gingen werken, is dat helemaal niet waar. We waren met iedereen in contact. Met de dorpen, met de ordening, met de DC. Iedereen wist van onze activiteiten. In feite ging het zo. Op de Marowijnen mocht je werken als je de gramang dat toestaat. Wij gaven de gramang een percentage, bijvoorbeeld 30 tot 60 gram per maand. En als je voor een dorp werkte, dan gaf je ze 10 gram tot 15 gram per maand. We zijn toen naar Afobaka toe, we zijn toen naar het Stuwmeer gegaan. Daar heb je niet zoveel dorpen, want het meer is groot. Mocht je als je in het gebied kwam, bijvoorbeeld waar er een dorp was, zoals Bronsweg, hadden we bepaalde afspraken met de mensen. En als de mensen zeiden dat we niet mochten werken, gingen we weg. In 2011 is er een onderzoek gestart als er een skalian gebouwd kon worden op het Stuwmeer. Er is toen toestemming verleend aan de heer Harkison. Hij was een van de eerste personen die de skalian daar heeft gebouwd. En toen die tijd was de districtscommissaris Prior. Dat was de eerste skalian op het Stuwmeer? Dat was de eerste skalian op het Stuwmeer. Die was van Maxi Gold. We werkten meer in die kreken. We hebben nooit echt op het meer gewerkt zoals men dat zegt. Het was gedoogd. De belastingdienst is op het meer gekomen. Heeft alle skalians geregistreerd. We hebben voldaan aan al onze belastingverplichtingen. Dus als toen al het illegaal was, moest de belasting dan ook ons gestopt hebben. Want de belasting is gegaan met de politie, de douane. Dus
We zien niet waar we fout waren, bezig waren. Een van die triggers voor die actie is dat de omgeving vervuild zou worden waar die Skaljans werken. Als u op het meer gaat en in de Sarakreek nu gaat varen, gaat u zien dat daar het water het ergste vervuild is. Daar heeft nooit een Skaljan gewerkt. Maar het water is vreselijk vuil. Dat komt door de eigen dorpelingen die daar aan goudwinning doen in de Sarakreek. Alle plaatsen waar wij Skaljanhouders gewerkt hebben, als u na een maand tot 6 weken teruggaat, is het water schoon. Een ander punt was ook dat jullie met kwik zouden werken? Wij werken niet met kwik, we werken met shaking tables. Integendeel zuigen wij dat kwik van de bodem af van die mensen die op land werken. Dus als wij met die Skaljans werken, komt er heel veel kwik met gouddeeltjes op onze matten terug. Dus in tegendeel maken wij juist schoon. Koud. De boten zijn in beslag genomen. En de PG heeft ons voorgelegd dat wij boetes moeten betalen in de miljoenen. Dat vertikken wij, omdat wij op grond van alle bewijzen die we hebben, het voor ons moeilijk is om aan te nemen dat wij deze boetes moeten betalen. Nu heeft dit ook iets een gehaal en getrek veroorzaakt in de hogere politieke sfeer, met name bij Palu en meneer Hock. Voordat meneer Hocker was, speelde de Skaljans, waren de Skaljans al actief in Suriname. Dus het is niet dat meneer Hock het heeft toegelaten of wat dan ook. Skaljans waren al actief in Suriname. Ik ben namelijk een van de Skaljanhouders die op de Marowijnen is begonnen met Skaljans. En het is al 20 jaar lang. Men praat steeds dat het front niet wilde of dat welke regering dan niet wilde. We waren gedoogd. We hebben 20 jaar lang op de Marowijnen, als het niet langer is, werken wij met Skaljans. En er wordt nog steeds gewerkt met die Skaljans op de Marowijnen, ondanks men die van de stuurmer heeft gestopt. Dus we weten zelf niet wat er precies gebeurt. Er zijn nu op de Marowijnen, als ik me niet vergis, 16 Skaljans die nog werken. Die Skaljans zijn nog steeds aan de ketting. Hoe gaat die daarmee om? Het is een heel groot economisch verlies voor ons. Je moet nagaan. Er zijn agenten op de boot, politiebewaking. Die moeten wij zelf ook verzorgen. Want de staat stuurt geen geld en eten voor deze agenten. Die boten staan nu al ongeveer 2 maanden stil. Het zijn ijzeren boten, het zijn allemaal machines. Er zijn mensen op de boten, Brazilianen, die we moeten onderhouden om de boten draaiende te houden. Want je kan het niet stoppen. Je moet nagaan, het is water. Dus het is een behoorlijke schade voor ons. Elke dag loopt het in behoorlijk veel geld. En hoeveel goud kan zo'n Skaljan per dag verwerken? Per dag kunnen we tussen de 80 en 150 gram maken. Begrijpt u? Ik heb begrepen dat mensen zeggen 1 kilo. Als de Skaljan 1 kilo per dag maakte, dan zat ik vandaag niet meer in Suriname. Dan was ik op de Franse Riviera met mijn benen in de lucht. Wat gaan jullie nou doen? Wij gaan naar de rechter moeten stappen. We gaan ons gelijk moeten zoeken. Als niemand ons kan begrijpen, we hebben de PG, alles, iedereen heeft de bewijzen op tafel. De minister van NH heeft de bewijzen. De minister van Justitie en Politie hebben we ook gesproken. We hebben de PG persoonlijk gesproken. Onze laatste stap is naar de rechter. We hebben no way out. Naar de rechtszaak stappen? Tegen wie? Ik zou zeggen tegen de staat. We gaan tegen de staat moeten procederen. In dit geval is het de staat, want de minister heeft ons gestopt. Het is niet de PG die ons gestopt heeft.
Dat wil ik nogmaals zeggen, het is de minister van NH die ons heeft gestopt. Dat gaat nu in de kluis, want het is een zeer belangrijke informatie.